allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag speel ik Alicia Online, want ik was vandaag wat eerder uit en ik had wel zin om dit weer te spelen. En vandaag probeer ik een nieuwe instelling via Bandicam weer gewoon. En ja, dat wou ik gewoon uitproberen. En dan denk ik dat we nu gewoon maar gaan beginnen met de video. Ik heb iets veranderd aan het spel, waardoor zeg maar het een leukere uitstraling heeft. En dan wou ik eigenlijk nu wat veranderen. Eigenlijk heb ik nog niet zoveel spullen. Ik heb namelijk maar één cap. Haar heb ik niks. Deze heb ik hier. Ja, die broek krijg je dan standaard. Maar dan heb ik één jurk en geen accessoires meer. Ik ben nu eigenlijk meer aan het kijken wat ik allemaal nog heb. Ik weet eigenlijk niet wat ik hier aan heb. Maar oké. Dat zie ik later wel weer. Eigenlijk, als ik het zo bekijk, wil ik wel een keer op Katinka. Zoals ik net al zei, ik zou graag Angel Star heb ik al uitgetraind, Starflame, Katinka niet, Amber wel. Ik zou graag Katinka willen uitproberen, want die heeft een hele andere vacht, ook al lijkt die op Amber. Starflame blijft mijn mooiste, vind ik. Angel Star vind ik ook mooi, maar ik wil toch een keer Katinka uitproberen vanwege dat ik die heb gekocht met al meer punten. En 46 bij agility. En ik doe altijd alleen maar speed. Dus eigenlijk heeft dit geen effect, denk ik. Ik weet niet wat common effect betekent. Dat is een beetje stom. Increases dash speed. Increases sliding ability. Decreases speed loss while sliding. Ik heb geen idee wat dat betekent. Dus dan denk ik dat ik naar Katinka ga switchen. En ik heb weer wat veranderd, want ja, het werkte niet helemaal lekker. Ik ben benieuwd of jullie merken wat ik heb veranderd. Ik denk niet, ik heb het nog niet echt uitgeprobeerd op video. Even kijken. Ik kan steeds wie's out, any special effects, eating a lot. Nee, die wil ik even niet. Oké, het is wel goed. Dus dan zit ik nou op Katinka. Dit ziet er zo leuk uit. En er staat Forrest nu op de plek van Katinka. Je hebt honger, je hebt niks. Kan ik jou niet zien? Zo. Nou, dan denk ik dat we een race gaan doen en dan... Ja, zie ik jullie zo weer. Ondertussen praat ik gewoon nog door, hoor. Maar vandaag wou ik eigenlijk gewoon proberen om in speed team te gaan. Even kijken, welke ze doen. Deze. En ja, eigenlijk heb ik niet zoveel te vertellen, behalve dat het spel van liep. Oh, shit. Ik vind dat het wel mogelijk is. Er zitten meerdere zonder tuig tussen. Oké, met een kip gewoon. Alleen ik mag hem niet starten. Dus dan denk ik dat we het toch maar gewoon helaas bij een normale race houden. Want deze heb ik nog nooit getraind. Dus deze hebben weinig XP nodig. En dan wil ik gewoon speed.
Die is te hoog natuurlijk weer. Daar trouwens achter dat als je Alicia speelt dan, dat is gewoon gratis. Welke jij het leukste vindt, deze ken ik trouwens persoonlijk niet. Dus die wil ik wel gaan proberen op Easy natuurlijk. En dan zie ik jullie zo weer. Ik heb het net ook gehoord, maar het is net een heel irritant geluid van mijn oren. Maar oké, okay, dan mogen jullie nou zien hoe moeilijk het is terwijl die vastloopt. Oh, hij doet het wel. Nou, we gaan jullie nou zien hoe ik kijk als ik een nieuwe race zie. Zeg maar meer moet opnemen, maar dan bedoel ik geen Fortnite en geen PUBG, want dat moet ik kopen en dat mag ik niet, dus dat is nogal lastig. Waarom is hij nog geen leuk? Ik ken hem wel, maar ik weet het niet zeker. Dat ik natuurlijk ook weer wat veranderd heb aan de instelling met Alicia. Ik speel eigenlijk niet zo vaak aan Alicia, maar merk ik eigenlijk wel aan de hand. Oh jee, waar nu heen? Sorry, maar ben ik even weg.
dan was dit eigenlijk al het einde van deze video. En ja, dan is dit het eigenlijk alweer. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Laat dan zeker even een duimpje omhoog achter. Abonneer even als je nog geen abonnee bent. En druk even op dat belletje. Zodat je geen enkele video mist. En als je nog een vraag hebt voor een Q&A, stel die dan rustig in de comments. Ik probeer zoveel mogelijk vragen dan te beantwoorden. Ik heb er nog niet zoveel. Dus dan kan ik er heel veel beantwoorden nog. En dan zie ik jullie hopelijk weer bij een volgende video. Doei!